Jurgen Matthij, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik denk zeker een verdiend gelijkspel. Punt hier houden, dat is goed. Je komt op in de eerste helft om een 1-0 voorsprong. Dat moet wel lekker zijn, want zo gevaarlijk waren beide partijen eigenlijk nog niet geweest. Nee, ik denk dat we allebei niet gevaarlijk voor het doel kwamen. Dan kom je door een goede aanval op 1-0. Dan geef je wel gemakkelijk de 1-1 weg. Maar ik denk dat je toch... De wedstrijd is wel goed in balans. Hun hebben geen overwicht en wij ook niet. Dus ik denk dat 1-1 ruststand gewoon prima is. Dan speel je de tweede helft, begin je sterk. Dan komen hun denk ik door een goede vrije trap komen ze op 2-1. Terwijl je eigenlijk verder niks weggeeft. En dan maakt Feyk nog een heel mooi doelpunt, 2-2. En daarna is het lastig. Dan hoop je nog met een uitbraak de winst eruit te slepen. Maar ik denk dat het zeker een verdiend punt is. Als je kijkt, die komt dan een kwartier voor het einde van de wedstrijd op een 2-1 achterstand. Ja, wat denk je dan bij jezelf? Ja, maar ik denk, we kwamen achter. Maar ik denk dat we als team gelijk tegen elkaar zeiden van... luister jongens, we hebben nog 15 minuten. Vol erop gaan, het zit erin. We zitten goed in de wedstrijd, dus gewoon gas geven. En dat pakt er goed uit. Ik denk zelfs dat er misschien nogal meer in had gezeten voor Excelsior. Had jij dat idee ook? Ja, ik denk dat het wel dat de 3 punten er wel in zaten. Alleen... als je 2-2 speelt tegen Utrecht, dan achteraf en vooraf zeg je prima. Maar ik denk als je de wedstrijd ziet dat je nog wel 3 punten eruit kon slepen. Vooraf zeg je misschien tegen FC Utrecht 2-2 is prima. Zeker als je kijkt naar alle personele problemen die Excelsior heeft. Ja, maar ik denk zoals je vandaag ziet dat we een goede selectie hebben. En die jongens die nu vanaf de bank erin komen, die vullen het goed op. Dus ik denk dat we het gewoon echt als team doen. En niet elke week met z'n elfen, maar echt met de hele selectie. En ik denk dat er vandaag een goed voorbeeld is. Is het ook wel lekker na de wedstrijd van vorige week bij Roda, waarin Excelsior verloor, dat niet nodig geweest. Dat je dan vandaag juist thuis wel weer een wedstrijdje dan in ieder geval de punten had tegen toch een sterk Utrecht? Ja, vorige week was zonde. Daar deden we het gewoon niet goed. Misschien wel terecht verloren. Dus dan vandaag heb je toch een bepaald revanche gevoel. Je speelt thuis. Ook al is het Utrecht, dan weet je dat als je gewoon het niveau had wat je vandaag laat zien, dat je het ook moeilijk, dat je het hun ook moeilijk kan maken. En er zaten misschien 3 punten in. En ik denk dat een punt ook goed is.